Brokkenboetenbrus, amateurs onder de 40 verdrijven op Indruk-Ebben-Zuiden-Uiteraard. Thank you.
Voor Louis. Voilà, on Van deze week.
fietsen! Kijk tegen de rep! Zo ontvangen voor mij dat de hand is omgeleid. Hand is geven aan de familie. We hebben intussen de doorn nog van. Even kijken, Hans Bogaert. Hans Bogaert ook weer van de partij. Hans Bogaert weer aan de bocht. Voorbij de Zandjo. En daar is Sven van Tilburg. Sven van Tilburg, de makkelijk. En hij gaat nu van de fiets achter Wolfgang Loekenbeek die ook van de fiets gaat. Op de Zandstroom. Wallen is hier niet. Christophe Hermans, nu heeft een gevallen schuin, maar terug al op de fiets hoor. Christophe Hermans. En Tom van Rijbroek. Tom van Rijbroek ook net gepasseerd hier aan de Zandbak. Hetzelfde voor Taliano. Dat is van die zelf. Thank you.
indrukwekkend tempo. Die amateurs onder de 40, heel, heel knap. Ook Zandstro, hij moet niet van de fiets. Stijn de Schutter, het is op Nipperke, maar hij moet niet van de fiets. Mooi, Stijn de Schutter, nu in de bocht. Het is druk op de brug. Gregory Dex neemt daar ook de brug. En nu in de zandstroom. Deze redder die, denk ik, op 20 meter er 6 voorbij gegaan is. Specialist van de zandstroom. Straks is naar zijn rugnummer kijken of de stuurnummer. Thierry Van Aert passeert. Thierry Van Aert. Gevallen op zijn schouder. Frank van Wezenbeek is gevallen op zijn schouder. Maar hij heeft een geweldige vervanging geworden in Erwin van Everbeek. Dank u wel, Erwin, dat je hier heel de ochtend bovenaan de trap hebt gestaan om die jonge mensen te begeleiden en een zin te geven in de ros. Dus nu de redders verspreid over het hele parcours. Het hele parcours, de redders goed voor het spektakel uiteraard. En we krijgen Glenn Verrijzen. Glenn Verrijzen komt erdoor. Om de hielen gezeten. Glenn Verrijzen. Bert in de Meijer. Hier komt Bert in de Meijer door de zandstroom. Gaat er vrij vlot door. Bert in de Meijer. Stef van Meel erdoor. En we krijgen daar ook Siebe Geerts. Voilà, ik denk dat ik werd de micro hier even afgepakt door de vrouw of partner van Jan van Reusel. Jan van Reusel, ze zijn hier. Je vrouw, je partner, je kindje. Jan van Reusel. Mensen van het Rode Kruis kwamen hier al aan. Wie was er juist gevallen? Alles was gewoon de valpartij op het zand. Tot de rechters. Dank u wel toch aan de hulpdiensten voor hem zo paraat te zijn om zo bij te staan. Chef de Vijver is hier gepasseerd. Lauren Singer er ook niet aan. Het is nummer 13, die we helemaal poppelaars. Indrukwekkend tempo, die amateurs onder de 40, heel, heel knap. Ook Stijn de Schutter op dit moment op de zandstrook. Hij moet niet van de fiets, Stijn de Schutter is op de maar hij moet niet van de fiets. Mooi, Stijn de Schutter, nu in de bocht. Het is druk op de brug. Gregory Dex neemt daar ook de brug. En nu in de zandstroom. Deze redder die, denk ik, op 20 meter in 6 voorbij gegaan is. Specialist van de zandstroom. Straks is dat een liefde met tijd op de spiegel. Hoe het precies is. Terwijl Thierry Van Aert passeert. Thierry Van Aert. Neem nu de bocht naar de zandstroom. Kom aan, Zaki, hoor. Jan van der Reusel was er. Jan, Heer van Gils.
De mama van Jan van Leusema heeft een schorta. Mevrouw, hoe komt het dat hier met een schorta staat? Mama Rijn! Mama Rijn! Van Jan van Leusema is ook de pannen koek te passen. Heel veel respect en zo. Hoe is dat het nu zo? En dit wordt aan de arm getrokken van... Christophe van Hoeken, kom aan Christophe, hoor ik hier. Christophe van Hoeken, ja, vlot door de zandstrook. Christophe van Bart Jacobs, ook hij door de zandstrook. Gaat die stil van Jacobs en dan van de... Kroos gaat nu naar de beslissende fase, bijna een half uur bezig, dikke 25 minuten. We verwachten de eerste over de finish. We zijn hier aan de brug. Kip de Bakker. Kip de Bakker is nu in de zandstrook. Het wordt lastiger en lastiger. Ook voor Zetterwijder. Hoe de van de kruiden bij te houden. Zo goed. Ik heb het nummer 52. Van nu rusten de sperk. We hebben het hier al gehad over Jan van Leusel. Een heel mooi verhaal. Straks krijgen we de grote prijs nu van deze week. We hebben Jan van Leusel. Op de fiets van nu, dus hij rijdt in de mooie lukkiepel mee met ons. Kunt u passeren? Philippe Tess door de zandstroom. Voilà. Hans Boogaerts. Misschien een grote renners verspreiden over het hele parcours. Pim Kalleuver, kom aan Pim. Je supporters zijn er, dat weten we al. Pim Kalleuver, nu aan de bocht. De man daar met het rode pak aan. Een lange haar, gaat nu even zwaaien. Mevrouw Pim Kalleuver. Goeie Pim. Ja, de druk over de auto van Geert van Gils. Hier is die Geert van Gils. Geert van Gils. Bij Theo van Zeelen. En die krijgt een opmerking van Theo van Zeelen. Zeg eens, Theo. Dat zijn allemaal voetballers geweest, hè? Dat zijn allemaal voetballers geweest. Heb jij die mannen nog niet gezien? Ja. Jij bent hier in training geweest, waar? Overal. Hij was ook trainer in de kantine. Maar er zijn dus heel veel ex-soldaten bij onze debuten. Ook Marijn Smets is gepasseerd. Louis van Daal, gevolgd door Sven van Tilburg. Nummer 1 goed te herkennen, Steven Poeks nu door het zand. Aan een indrukwekkende snelheid. Hoeveel uren, de dagen, de jaren van je leven, het jaar in de organisatie van de dienaren is zo groeien? Dat is niet
Dank u wel, Louis van het Barst. Heel veel respect. Je moet het maar doen. 30 jaar van je leven opofferen voor ons plezier. Voor allemaal dankzij Louis van den Barst. Door Tom van Lempenezen. Lempenezen, gevolgd door Bert in de Rijn. Bert in de Rijn, gevolgd door Karin Lempens. Voor terug op de brug, daar voor terug op de brug. Onder en mee met Stefan Meel. Stefan Meel erop die brug. En hier krijgen we Kurt van Loveren en Tim de Klein. En dat is Dennis Herrijdis. Aan de zomer. Goed kunnen trossen. Dennis Herrijdis. Lepoerkes. En Christophe van Hoeken. Kom aan, Christophe, hoor je. Christophe van Hoeken. Ja, klopt. Door de zandstroom. Christophe van Hoeken. Bart Jacob, doortocht van Bart Jacob. Ook hij door de zandstroom. Gaat hij stil, maar ja, moet even van de fiets. Bart Jacob, en nu lopen. Oké, Bart Jacob. Jos gaat weer naar de beslissende fase. Bijna een half uur bezig. Dikke 25 minuten. We verwachten de eerste over de en wij hier aan de brug Bernd Nielsen voorbij komt. Kim de Bakker. Kim de Bakker die nu in de zandstroom. Het wordt lastiger en lastiger. Ook voor Jeff de Vijver. Jeff de Vijver. Aan de vijfde rondelijkaan, op de zesde. Bert van Wouwen. Bert van Wouwen. Vlot door die zandstroom. Weet je wat, we hebben het hier al gehad over Jan van Leusel. Een heel mooi verhaal bij Jan van Leusel is dat hij op de fiets van Weijer niet van deze rondrijdt. Jan van Leusel, straks krijgen we de grote prijs niet van deze deur. Want Jan van Leusel rijdt niet op de fiets van Luc. Dus hij fietst door de zandstroom. Jerry van Aert, nu door het zand. Jerry van Aert. Hans Bogaerts. Misschien een groot renners gespreid over het hele parcours. Tim Kalleuven, kom maar Tim. Die supporters zijn er, dat weten we al. Tim Kalleuven, nu aan de bocht. Aan de brug overgroten van Geert van Gils. Hier is hij, Geert van Gils. Geert van Gils. Heel wat zinnen staat in zin. Hij was ook trainer in de kantine. Maar er zijn dus heel veel ex-soppers bij onze deelnemers. Wat een logische stap van de voetbal naar het winnen. Ook Marijn Smets is gepasseerd. Marijn Smets. Van Wouter Tampijker, op de mountainbike Wouter Tampijker. Dat is Louis van Daal. Louis van Daal, gevolgd door Sven van Tilvoort. Sven van Tilvoort stuurt nummer 1, goed herkennen. Steven Koeks nu door het zand. Aan een indruk
indrukwekkende snelheid, Steven Boeks. We hebben een Silgate, doorzicht van Silgate. Rob de Meij, met de nummer 3, Rob de Meij. Struisje, man, veel kracht, Rob de Meij. Rob de Meij, nu de bocht genomen, 13. Gevolgd door Tom van der Rijbroek. Tom van Rijbroek door, nu door de zandstroken. Echt moeilijke gedeelte, technische gedeelte. Yannick Rosset. Yannick Rosset ook door vlot door de zandstroken. En dat is ook moeilijk. Dat is moeilijk. Mooi, jongen! En Christophe van de Hoeken. En dat is, even kijken, Jan Siemens, Kamal Jakke. De laatste ronde is nu bezig. We gaan dus, we gaan naar de afstand. Om de afstand van deze cross voor de amateurs onder de vier. Net is aan de laatste ronde bezig. Dat is de cross voor amateurs onder de veer. We zien ook. En jij moet dus aangeven hoeveel rondes er nog zijn. Weet jij hoeveel rondes er nog zijn? Nee, ik weet het ook niet. De eerste. We zullen... Nee, dat is waar. We zullen ze niet zien wie er als eerste over de weg komt. En ik de linker voor Christophe van Hoeken. En Dennis Heijn. De laatste ronde begonnen. Dit ogenblik Jim Marien aan de leiding van deze cross onder de 40. Hij is in de laatste ronde als eerste gegaan. Jim Marien. We zijn benieuwd. Nick Scholten was de derde positie. Was dat Wouter Tappijzer? Wouter Tappijzer is hier voor brons aan het vechten. En dit is cross voor amateurs onder de 40. Gevolgd door Tom, door vlot door de zandstroom. Het rijden van die zandstroom is echt moeilijk, dan zie je ze stilvallen. Hè? En Christophe van Hoeken, nu ook door die zandstroom. Nu is het echt afloop. Maximale polsslag. We zijn bij het einde van de koers. Met de nummer 34 voor de amateurs onder de 40. Men is aan de laatste ronde bezig. Van deze cross voor amateurs onder de 40. Zes keer over die brug, zes keer door de zandbak, zes keer over die trap.
de bel gaat voor de laatste ronde. Ja. En jij moet dus aangeven hoeveel ronden er zijn. Dus dan moet je op korte. Ja. We gaan de stad nu opzetten. Film naar daar, hè. Aan de leiding van deze cross onder de 40. Hij is hier de laatste. Dat was de tweede die hier passeerde na Jim Haaien. Jim Marion houden, Jim Marion. Als je hem nog ziet op het. Door de top 4 van de
voor de grote groep van 9 die al bij de tweede plaats van het huis van deze week hebben op tijd. We kijken nu nog naar de laatste doorkomst van de amateurs onder de team. Aan de laatste ronde bezig zijn. Volgen de deelnemers aan de grote prijs Luc van Geuzenbeek. De ereprijs Luc van Geuzenbeek. Het wil zeggen de amateurs over de 40 jaar stilaan naar de toekomstzone gaan. En dan altijd de start van de ereprijs Luc van Geuzenbeek is om 3 uur. Dus dat wil zeggen over een kleine 20 minuten. We gaan een schip opdragen. De laatste deel van de groep onder de kip. Komt er niet naar mij. Een bekende voor mij is Roberto. Roberto Helmico. Roberto, hoe wist ik dat jij hier mee doet? En hoe waren is het de vorige keer in gelopen, Roberto? Aangekomen. Dat is het belangrijkste, hè? Want ik ga in de Instagram, ik volg jou op Strava en jij rijdt dagelijks, kan ik dat zeggen? Nog om de 2 dagen dan. Zijn er altijd in het bos, hè? Altijd in het bos. En zou het niet doen dat jij een van de oudere hier komt het! Sint Marie wint de cross! Sint Marie, gefeliciteerd! Nummer 2 komt eraan nu! Nummer 2 komt eraan! Nummer 12 is de tweede! En dat is Nick Scholten, nu worden we mee! Prachtige prestatie, Nick! En dan zijn we benieuwd, wie wordt nummer 3? Wie wordt nummer 3? Voilà, kom! Stilaan, naar de iets ergens zonder. We hebben alle tijd
De start van de ereprijs Club van deze week is om 3 uur. Dus dat wil zeggen over de verwijzing. En hoe waren de, hoe is het de vorige keer gelopen, Roberto? Dat is het belangrijkste, hè? Want ik ga het iets verklappen, ik volg jou op straat, hè? En jij rijdt. Maar dat is toch onder 4 maanden. En we zijn altijd in de bos, hè? Vorig jaar al de prijs gewonnen, de prijs voor de oudste leerlingen. Roberto, veel succes en we zijn ontzettend blij dat je er op bent. Onze geliefde club, mijn geliefde club, de Einde Stoepers. Dat is inderdaad. Roberto gaat de leerlingen aan de rode prijs, Ereprijs Club van deze week. Absoluut verdiend. Er was als enige dame de top nemen tegen alle renners gewonnen. We hebben een foutje gemaakt en dat kan natuurlijk. Dit is menselijk. De derde van de cross is niet. Dus onze excuses. Onze excuses. We zijn een beetje in de tel kwijtgeraakt. Door de verrichting. Was derde. Rob